vandaag gaan we de landelijke finale van de First Lego League. Zien we 42 teams aan de slag. December en februari hebben ze deelgenomen aan een regiofinale. Er waren dit jaar 25 regiofinales in Nederland. En daarvan de 42 beste teams die strijden vandaag hier in Delft om de champion te worden. Lunch op? Ja. Bijna op, hè? Bijna. Ja, dat is een hele gezonde... Ja, dat moet ook gebeuren. Jullie hebben ook, heb jij energie natuurlijk nodig. Hoe gaat het tot nu toe? Goed. Ja? En wat gaat er goed? We hebben net het innovatieproject en de robotontwerp gehad. En dat ging best wel heel erg goed. Een klein dingetje dat je op de kraan kan zetten. Een klein ratje. Ja, een klein ratje. Als beeld kun je het prototype even bekijken. Dan loopt het water weer zo doorheen. Gaat deze wat heel makkelijk ronddraaien. En dan heb je ook een dynamo die zit eraan vast. Dus als die ronddraait, dan werkt die energie. Oké. Okay. Hadden jullie een beetje aardige schuur? Ja. Ja? Ja? Oké, gelukkig. Die kon je misschien wel een beetje omkopen met paasheid. Oh nee, dat is niet. Hey, en Moos, waar ben je het meest trots op wat je tot nu toe hebt gedaan? Ja, eigenlijk het oefenrondje, want daar hadden we de meeste punten. Ja. Oefenrondje? Okay. Alleen die telt dus niet, dus ja. Dat was echt jammer. Dan hadden we 255 punten. En daarmee stonden we tweede eigenlijk. Maar ja, dat telt alleen niet. Die telt niet, dus nu staan we wat slag. Zo jongens, en hoe ging het? Heel goed. Goed? Heel goed. Ja. Wat zeiden ze dan? Nou, ze zeiden dat we het heel goed hadden gedaan en ze wensen ons heel veel plezier. Ja, graag. Zeker. Nou, naar de volgende wedstrijd weer. Ja. Mooie award, gemaakt door FabLab uit Groningen. En als het team wil, dan mogen ze naar het World Festival in Houston, mogen ze daar deel gaan nemen. Hoe is de concurrentie, jongens? Andere scholen? Best wel geen idee. Ja, alleen ik heb wel een paar echt dikke losers gezien. Ja, dat waren wel die niet super veel hadden. Er waren wel wat mensen, maar er waren ook heel mensen met hele grote innovatieprojecten. En ik denk dat die het wel heel goed gaan doen. Ja! Wij kunnen het goed doen!